Het is zo'n dat is voor... Als die helemaal vol is, ja, moeten we die korrels vlak maken. Uh-huh. Dus dat doen we met die schep. Dan douwen we door de, zit zo'n mankap zit daarboven. En dan die korrels die liggen dan zo, die gaan omhoog liggen. Zo. En dan kunnen we met dat ding kun je die korrels in kaal leggen. Hij heeft ook zo'n pad om, maar naar meer dan één. Dan kan je met dat ding, dan kan je er onderdoor zo... А почему вот простая лопата, что для этого не годится? Почему они сделали такую? Dat gewone schep, dan gaat er doorheen, zeg maar. Aha. En hier, dit is het dubbel. Dus wat je doet, is die korrels, die gaan hier doorheen en die drukken ze naar achteren toe. Обычная лопата, она проскальзывает, то есть они подлетают, а эти, они просто сдвигают как-то ее. Да, нужна толстая лопата. А кто сделал, тоже не знает, кто сделал? Не знает. En wie heeft het gemaakt, is ook onbekend. Вот они, такие шарики.